Te weinig aandacht voor voedselveiligheid is conclusie van Fipronil-rapport. Ministerie verstuurt concept hoofdlijnenakkoord over een warmersanering varkenshouderij. En inwoners en boeren in Leerbroek protesteren tegen actiegroep Konijn in Nood. Voedselveiligheid moet de topprioriteit worden. Dat is de conclusie van oud-minister Zorgdrager. Zij leidde het onderzoek naar de fipronil-affaire. De eierketen, de NVWA en het ministerie hebben volgens haar onvoldoende voorrang gegeven aan voedselveiligheid. Zij is behoorlijk streng voor zowel de pluimveehouders als de NVWA als de politiek. Pluimveehouders hadden volgens haar veel beter moeten opletten welke bedrijven ze op hun erf toelieten. En dan gaat het dan over Chick Friend die de fipronil gebruikte. De NVWA heeft niet als prioriteit voedselveiligheid. De organisatie heeft te veel op haar bordje gekregen van de politiek, concludeert zij. Voor pluimveehouders zou ik zeggen, wees je bewust van wat er op je erf gebeurt. Dat is denk ik de allerbelangrijkste boodschap. We zijn bij pluimveehouders geweest en we hebben ook gezien met hoeveel passie men dat beroep uitoefent. Het is natuurlijk ook heel erg mooi. Ik vind het boerenbedrijf prachtig, maar blijf je bewust van wat gebeurt er. Het komt hard aan, dus dat doet wel pijn, maar wij onderschrijven het rapport wel. Kijk, het is een afweging van belangen. Ik snap ook wel dat daar economische belangen een rol spelen. Maar dat daaraan mag voedselveiligheid niet ondergeschikt worden. Dus die IKB-keten die moet veel strenger worden, er moet veel strenger eisen aan komen. Klopt, ja. Er moeten meer factoren zijn waarop men controleert. Nou, IKB Ei moet echt service gaan verlenen aan pluimveehouders. Dus waar we succesvol in waren als IKB Ei, was het terugdringen van het risico op salmonella. Daar is het ook ooit voor in het werk gesteld. Nu gaan we eigenlijk alle middelen die op een pluimveebedrijf gebruikt worden, daarvan moet een bepaald certificaat of in ieder geval een toelating bekend zijn binnen het IKB-systeem. En wat is de belangrijkste les voor de politiek in deze? Wat is de opdracht eigenlijk die u de politiek mee gaat geven? Stel voedselveiligheid op de eerste prioriteit. En dat betekent dat je als politiek zegt, nou, voor de departementen moet dat gewoon beter geborgd zijn. Bij de NVWA moet het beter geborgd zijn. Kennis moet verbeteren over voedselveiligheid. Risico's moeten beter onderkend worden. Als consument moet het gewoon 100% zeker zijn dat je eten veilig is. En het is duidelijk dat er na de paardenvleesaffaire veel te weinig is gedaan aan voedselveiligheid. Hey, dat zie je hier, de NVWA heeft het veel te lang laten liggen. Maar ook de sector zelf was onvoldoende doordrongen van het belang van voedselveiligheid. Nou, dus minister Schouten moet nu echt voedselveiligheid een topprioriteit gaan maken. Het ministerie van Landbouw heeft een concept hoofdlijnenakkoord verstuurd naar de varkenssector, provincies en gemeenten over een warmersanering van de varkenshouderij. De sector steunt de verdeling van de 200 miljoen euro, maar eist aanvullende garanties. Voor 1 juli wil landbouwminister Carola Schouten weten of de betrokken partijen in de plannen meegaan. Van het budget van 200 miljoen euro gaat 120 miljoen euro naar sanering en beëindiging van varkensbedrijven. Opgekochte rechten komen niet opnieuw vrij. Het ministerie betaalt bovenop de marktprijs een beëindigingsvergoeding. De POV strijdt nog voor concessies van de minister. Daarbij gaat het om de uitwerking van maatregelen. Voor de verdeling van de 200 miljoen euro is er steun. Actiegroep Konijn in Nood had voor afgelopen zaterdag een demonstratie aangekondigd tegen de fok van vleeskonijnen bij het bedrijf van Kool in Leerbroek. Maar of ze ook geweest zijn? Wij hebben geen demonstranten gezien. De reden van hun afwezigheid, het dorp kwam met een tegendemonstratie. En die zijn is met grote getalen aanwezig om ons een hart onder de riem te steken. Dus wij voelen ons zeer gesterkt door de hele buurt. Maar niet alleen dorpsgenoten, ook leden van de lokale LTO-afdeling waren aanwezig. In deze omstandigheid waar dit gezin, ons lid, zo zien we het echt, op zo'n manier behandeld wordt, daar wilden we gewoon een positieve tegenreactie op geven. Het is niet voor het eerst dat Konijnen in Nood bij dit bedrijf actie voert. Ook in december vorig jaar heeft de actiegroep een kleine demonstratie gehouden vanaf de openbare weg. Ze willen dat aan de konijnenhouderij in Nederland een einde komt. Ze hebben prachtige woningen, prachtige hokken. Mijn buurman heeft er meer dan een miljoen voor geïnvesteerd. Ik begrijp jullie als actievoerders echt niet. Die dieren hebben het hier heel goed. Het weer wordt u aangeboden door agrowereadvies.nl.